Goeiedag allemaal, welkom bij Dream Team Gaming. Hier weer een video van Fishing Planet. In deze video ga ik jullie laten zien hoe je de noordelijke snoek kunt vangen in Michigan. En met die snoek, als je daar veel van vangt, kun je veel geld en XP gaan verdienen. En snel levelen en betere uitrusting kopen. Zelf heb ik de unieke noordelijke snoek gevangen van 17,7 kilo met een lengte van 1,30 meter. Dan gaan we nu eerst even doornemen wat we daarvoor gaan gebruiken. Als hengel gebruik ik weer de Bottom Sniper 360. Als aas de Shiners. Die werken gewoon helemaal het beste op de noordelijke snoek in Michigan. Als haak 7/0. Waarbij ook de 3/0, 4/0, 5/0 en zo door ook prima werkt. Een stukje zinklood van 150 gram. En als lijn gevlochten lijn 0.24 mm. Met als molen de Thunderspin 4500. En wat hierbij belangrijk is, is dat je de titanenleder 0.3 gebruikt. Of in elk geval een titanenleder, omdat de snoek anders het lijntje steeds doorbijt. En blijf je aan de gang met nieuwe setups bouwen en kopen. Zonde willen we niet, gaan we ook niet doen. Deze setup gebruik ik dan twee keer. Je kunt ook met dobber setup. Ik gebruik de Brutus Deluxe Edition van een DLC. Met haakje 7/0, als aas ook weer de Shiners. Met een titanenleder van 0.3. Nou ja, een dobber, maar niet uit welke eigenlijk, als je hem maar goed kunt zien. En als lijn gebruik ik hier gevlochten 0.21 mm lijn. En als molen de Espira Double Punch. Espira Double Punch. Ook van de DLC. Wat belangrijk is als je met een dobber setup vist, is dat je de diepte aanhoudt van 1,27 meter, oftewel 127 cm diepte. Heb je de DLC niet, kun je het ook gewoon met de Ardix doen, de 370, 340, noem maar op. Zelfs de 400 wil ook prima, die kan ik nu niet laten zien omdat ik al aan de waterkant ben. Maar ook die werkt prima, is een beetje gelijkwaardig. Goed, dan heb je nog de mogelijkheid om hem met de spinnen te doen. Daarvoor gebruik ik de RiverTech Zeus 250. Ook weer de titanenleder 0.3. Stukje gevlochten lijn van 0.24 mm. En uiteraard de Thunderspin 5500 als molen. Dus even zien als ik jullie ook kan laten zien. Kijk, ook deze, de titanenleder 0.18, werkt ook prima. Als je er maar zeker van bent dat je de titaniumleder gebruikt. Ze noemen het titanen hier, maar het is eigenlijk inderdaad titanium. Maar goed. Als je die gebruikt, ben je zeker dat ze het snoertje niet doorbijten. Dan nog even de tijdstip check. Altijd even kijken dat je in de toptijd zit. Zit je dat niet, even op de T-toets als je aan de waterkant bent. Dan vooruitspoelen, komt alles voor elkaar. Wat ik even wil laten zien is dat ik zelf een leefnet gebruik van 200 kilo totaal visgewicht en een enkel visgewicht van 50 kilo. Ga je hierheen te vissen, probeer dan een zo groot mogelijk leefnet mee te nemen. Zo kun je het meeste geld maken op één visdag. Goed, gaan we de stek laten zien. Ik hou ook even het pijltje eromheen. Voor alle duidelijkheid welke je moet hebben. Hij ligt ook oranje op. De naam ervan is Koning van de Groene Baai.
En dan sta je hier. En dan is het eigenlijk de bedoeling dat we daar naar de overkant lopen. Iets links van de visser die daar al staat. Dus bij deze lopen we naar links. Het is even een stukje lopen, maar wel de moeite waard. Dat zullen jullie zo ook wel gaan zien. Kijk, ga hier gewoon weer naar rechts. Gewoon eigenlijk met het pad mee. Kijk, daar heb je die vis er al, wat we net over hadden. En dan gaan wij hier op de meest onlogische plek staan eigenlijk. Maar hier heb je een stukje wat kaal is. Heb je een stander of een rotpot, zet die dan op dat stukje neer. Als je een beetje kijkt, zie je ook eigenlijk wel dat hier een kleine opening tussen het riet, gras zit, zeg maar. En dan heb je leliebladen. Dan gaan we dus staan vissen. Dan pak je hengels erbij. En die gooi je dan net eigenlijk voorbij de leliebladen. Nou, werpafstand is dan zo'n beetje zeg maar 12 tot 15 meter. Als bodemengel kun je trouwens ook prima de bottom snipers, de voorgangers gebruiken. Ik geloof dat de 300 en de 330 is. Dat lukt ook allemaal prima. Alleen heb je het iets langer gevecht, dus duurt het iets langer voordat je de vis aan kant hebt. Nou kijk, hier hebben we de eerste noordelijke snoek van 4,2 kilo, 93,7 centimeter en het levert ons nu al even 1075 euro op en 108 XP. Nou maak ik wel gebruik ook van een premium account, dus dat is natuurlijk weer ietsjes meer geld en XP wat je dan krijgt per vis. Maar ook zonder premium account is dit een prima manier om geld en XP te maken. Vraag je af waar die drie rode pijltjes voor zijn? Dat heeft te maken met mijn uitrusting en visgewicht. Mijn setup die ik nou gebruik is voor deze vis te sterk. Dus krijg ik veel minder XP als een soort penalty, zeg maar, straf. Dus gebruik je een lichtere setup, heb je veel langer werk om die vis te vangen, dan wordt dat weer beloond door meer XP. Krijg je ook groene pijltjes. En dat is uiteraard ook terecht, want je bent veel langer bezig. En de volgende hengel gaat af. Kijk, en daar hebben we de trofee noordelijke snoek. 6,6 kilo, 92 centimeter en dat levert even 1689 euro op. 348 XP. Maak ook gelijk een fotootje van. Doe een beetje zien hoe de vis eigenlijk is. Bewaren. Oké, zo op de kaart kan ik wel even laten zien, of op de tablet, hoe je het ook wilt noemen. Daar zijn we begonnen, als stack,
Dan zijn we zo omgelopen. Naar de overkant staan we hier. En daar hadden we weer beet. Ook weer een noordelijke snoek. 4 kilo, 91 centimeter, 1039 euro en 105 XP. Niet slecht. Goed, dan gaan we daarheen. De sprookjesvissen heet die stek. Kun je daar met de boot. Beste sprong, maar goed, doet er niet toe. Zo, varen we een beetje naar rechts uit. Eigenlijk is die boei die daar ligt, is eigenlijk je richting. Daar vaar je een beetje op aan. En dan naar links. Nou, eigenlijk vaar je gewoon naar dezelfde plek waar je net aan wal hebt gestaan. Zo. Nou, je kunt hier natuurlijk ook je dobber gebruiken en uitgooien op je bodemengel. Maakt allemaal niet uit, wil prima. Maar het idee eigenlijk van de boot is hier om met de spinner te gaan vissen. En zo heb je geen last van die lelies, want je gooit er al mooi voorlangs. En daar hebben we er weer een. Noordelijke snoek. 4,8 kilo. Meer dan een meter. 101 centimeter. Levert op 1242 euro en 125 XP. Helaas kan ik nu geen unieke snoek laten zien. Maar die vang je met deze setup echt zeker weten wel. Alleen daar ja, heb je iets meer geduld allemaal voor nodig. Gewoon met de spinner vang je ze, met de dopper setup en gewoon met de bottom snipers kun je ze ook prima vangen. Ik had het jullie graag willen laten zien in de video, maar goed, dat zit er nu even niet in. Dan wordt het wel een hele lange video denk ik. Ik kan nog wel even laten zien wat we nou in het net hebben. Wat hebben we gevist? Een 10 minuten, een kwartiertje in die buurt dacht ik. Dan hebben we 2 keer een trofee noordelijke snoek en 1, 2, 3, 4 gewone noordelijke snoeken. Dat brengt ons op totaal 6 snoeken, totaal gewicht 31,5 kilo. Kijk aan, als beloning is dat dan alweer 8058 euro voor een, nou laten we zeggen, kwartiertje snoekvissen. Dus hier het bewijs dat je hier super veel geld mee kunt maken. En uiteraard ook XP om levels omhoog te komen. Nou gebruik ik nogmaals wel een premium account. Dus mijn beloning is wat aan de hogere kant door de premium bonus.
Maar ook zonder premium kun je hier prima geld in XP maken en het vangen gaat er net zo snel om. Goed, dan hoop ik dat jullie naar deze video en de tips allemaal hier van deze video succes gaan behalen. Ook veel geld in XP verdienen. En super veel unieke snoeken mogen vangen. En dan zou ik zeggen, succes, bedankt voor het kijken en tot een volgende keer. Toedeledokie.